Christian, Roelichian. Goedemorgen jongens, wat voor datum is vandaag? Vandaag, wat is vandaag? Even kijken. Vandaag is het 29 februari. Ja, gisteren was 28 februari, vandaag 29 februari. 2023. En we hebben hier staan de honden ADV, de X-ADV. Ik heb tientallen van deze uitlaten gemonteerd. Maar als ik het goed had, zo'n zwarte heb ik nog nooit gemonteerd. Dat wil ik jullie laten zien. Kom maar, kom hier. En trouwens, de cameraman is de eigenaar van de motor. Dat kan bij twee wielen. Dus je komt bij mij je motor brengen en dan word je gelijk, ben je gelijk cameraman. Bij ons kan alles, weet je. We hebben grote hart. Kijk, ik vind hem super mooi. Ik vind hem mooier dan die andere. De titanium, kijk. Mooi hè, de titanium. Maar deze uitlaat heeft ook wel een maar. Die demper, die krijg je er niet zomaar uit. Nee. Wat heb ik gedaan? Als je vanaf die kant komt lopen, ga ik het mens laten zien. Ik heb een gaatje gemaakt. Ik heb hier een gaatje gemaakt. En dat de inbus erheen kan. Want die inbus zit er wel. Dus deze kappie was een hele dichte. Dus hebben we een gaatje gemaakt. Dat we die inbus kennen. Om die decibelkeller eruit te halen. Dus dat de mensen weten dat deze decibelkeller niet zomaar eruit kan. Je moet wel wat moeite voor doen. Om eruit te halen. En ik ga nog een keer terug op mijn filmpje. Hij is een tijdje geleden, toen deze dingen net uitkwamen. Toen ik deze motor zag, ik schrok ervan. Ik dacht, dit is Honda. Maken ze gewoon normale motoren, niks bijzonders. Dan komt Honda in één keer, boem, met een klap in één keer. En dit is die klap. Ze hadden mooie motoren, ze waren bezig. KTM was hard bezig, de BMW, allemaal waren ze hard bezig met hun motoren. Van Honda heb je een hele tijd niks van gehoord. Ze maakten de normale motoren. Je had de crossrunner, de crosstouren, de NC700, de CBF. Zulke dingen, gewoon dood eenvoudige motoren kwamen ze. En toen Honda kwam in één keer onverwachts uit die hoek. En ze kwamen met deze, ze hebben show gedaan bij Honda, bij BMW. Dit hebben ze bij BMW gedaan, dit hebben ze bij Honda, bij KTM. Ze hebben ze allemaal kletsen gegeven. Bam, bam, bam. Ze hebben allemaal een paksvraag gegeven. Heb ik jullie niet gezegd dat dit met Yamaha T-Max gaat doen? Hij heeft dit met Yamaha T-Max gedaan, zo! Dit heeft hij gedaan, kijk, en hij heeft zo T-Max de prullenbak ingegooid. Waarom zeg ik dit? Ik ben Yamaha man, ik hou van Yamaha. Iedereen die Yamaha had, hebben ze Yamaha ingegooid voor Honda ADV. Heb ik jullie het niet gezegd? Ik ken geen toekomst voorspellen. Nee, dat ben ik niet. Ik ben geen profeet. Ik ben gewoon Isa. Die stinkt net de rest van de mensen. Maar ik kijk naar deze. Ik dacht, wauw, wat is dit? Dit is iets bijzonders. Kom kijken naar deze voorkant. Als je kijkt naar deze motor. Dit is eng. Maar dit is nog een hele standaard ding. Als je deze oppimpt, mooie stepjes, beugeltjes, lampjes, snaveltje erop. Dan krijg je gewoon een dikke motor. Gaan we naar beneden, laten we even jullie zien. Deze ding is van 22, dus het is niet zo oud. Als je vanaf die kant komt, wil ik even vertellen. Ik vind het wel mooi van Honda. Dus je hebt geen sleutel voor nodig. Kijk, dit is mooi, X-ADV. Hij is eng. Ja. Dit is, is gewoon een dikke motor. Dus jongens, luister nou maar naar mij, ik weet wat ik zeg. En toen kwam er in één keer, de Honda, kwam in één keer met de X, met de Africa Twin. Hebben ze ook iedereen, ze hebben gewoon al die motorteams, hebben ze zo in elkaar geschud. Hier is Honda weer terug, altijd bovenstaan. Dan zien wij terug, als je gaat kijken in de geschiedenis. Honda, BMW bestond helemaal niet, joh. BMW was duizend kilometer achter, had de BMW achtergelaten. Je had oorlog tussen Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha in de jaren 80. Die kwam in één keer met de Yamaha Ventura en die kwam in één keer met de Honda Goldwing en die kwam in één keer met de Boldo en die kwam in één keer met de GSX-R en die kwam in één keer met de ZX-10 Tomcat en dan kwam de Honda in één keer met de Fireblade. Boom! Met de Fireblade. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Tussendoor heb Kawasaki nog een beetje lopen worstelen, kwamen ze met ZX-R750 en toen deed Honda in één keer paats, in één keer weg jij. En bleef ze in één keer 899, de Honda Fireblade 900RR. En toen kwam in één keer de Suzuki Hayabusa in één keer, boom, als een raket. Hayabusa, Menso, Hayabusa, wat is dit? Toen heb Honda een klap gekregen. En toen kwam in één keer de Kawasaki in één keer achteraan met de Kawasaki ZX-R 1200. En toen kwam in één keer de Hayabusa weer. En toen kwam in één keer ZX-12R in één keer weer.
En toen kwam ik de Honda weer met 1000 RR. Honda heb ik altijd heb ze vooraan gestaan. Maar als we praten over motoren met kracht, power, ja, dan moet je Kawasaki hebben, weet je. Dat is gewoon, Kawasaki is de meeste in het kracht. En het laatste jaartje kwam in één keer vanaf de GS-modellen, kwam de BMW in één keer tussen. BMW, toen heeft BMW ook heel veel mensen geschud. En nou is in één keer BMW zakt in één keer af en dan komen in één keer weer de Japanners weer naar boven. Zeg maar, de Japanners zijn eigenlijk niet te verslaan, zeg maar. Dat is gewoon, de kwaliteit is zo ver weg, zo hoog, zo nauwkeurig, hoe ze het hebben gedaan. Het zijn wel al die bedrijven die stiekem kijken naar Honda. Hun technologie, hoe ze het doen en zo. Stiekem kijken, zo kijken, zo kijken. Stiekem kijken, zo. En dan ook een beetje pikken van hun. Maar, zoals ik jullie zeg, Honda. Vele mensen, echt veel mensen zeggen, Isa, ik heb een Honda gekocht door jou. Ik heb daar achterin een Honda Faradero van 1000C. Die jongen zegt mij, ik heb die boot gekocht door jou. Jij ook toch? Ja, zeker. Hij zegt door jou. Afrika twint door mij. Iedereen die Honda rijdt, hij zegt, wij kopen die motoren door jou. Maar eerlijk is eerlijk. Wat ik gezegd heb, klopt ook toch? Zeker. Klopt, ja, klopt. 100%. Ja. Ik ga niet zeggen, maar mensen denken, ja, maar je bent pro Honda. Ik rijd BMW, vriend. Ik rijd een BMW GTL 1600. Dus het heeft helemaal niks te maken. Ik rijd een BMW GTL. Maar ik, ja, we moeten eerlijk zeggen, Honda is gewoon de beste. Honda is beter, ja. Wat moet ik er anders van zeggen? Ja, moet ik zeggen, nee, BMW is beter? Nee, ik zeg gewoon wat er aan de hand is. En dat is het. Dus, jullie mogen wel even het uitlaatje horen. De dempertje zit er nog in. We hebben ons gaatje gewoon gemaakt als hij in de toekomst wil losmaken. Ja, maar dit is voor mij Mozart. Ja, dit is gewoon... in de wereld, ik hoor toch wel het Mozart, zo lekker het geluid. Nou, maar het is Honda, joh. Dat loopt zo zuiver, zo strak, jongen. Nee, joh. Het uitlaatje, het is wel een beetje vergeld. Een uitlaatje kost maar 12 barkjes, toch? Ja, klopt. Het kost 1200 euro, een uitlaatje. Van voor naar achter. Ja, wat moet je anders. Je houdt wel je lambdasonde, die hou je wel. Kijk, dit is die oude uitlaatje. Die lambdasonde. Die hebben we erover gezet, dat behoud je wel. Ze hebben het wel goed gedaan, zeg maar. Dat je alle dingetjes behoudt en zo. Ja, ik vind het. Ja, ik zeg, als iemand een motorscooter wil kopen, dan raad ik hem zeker aan showmachine. En als je zegt, ja, ik hou van meer rechtop zitten, meer springen, stuiteren. Dan kun je een Afrika 1100. Die afgelopen keer, heb je het filmpje in de afgelopen Afrika 2010? Ja, zeker. Ook voor die Marokkaanse omgebouwde. Ja. Die jongen had hiervoor had ook een ADV. Okay. Dus hij had een ADV. Toen is hij bij me geweest, hij zegt, ja, wat moet ik kopen? Ik zeg, Afrika Twin. Heeft hij een Afrika Twin gekocht? Ja, misschien ga ik in de toekomst een Afrika Twin kopen. Ja, zeker. Maar die Afrika Twin die hij gekocht heeft, is een automaat, dus gewoon gas geven. Oh, je hebt het gezien, ja. Ja. Een hele super mooie motor, dan blijf je ongeveer hier hetzelfde mee. En krachtteken, wielies maken met het ding, alles super mooi. Dus jongens, we zijn tevreden. Ik denk dat je ook tevreden bent, hè? Zeker weten. Ja, alhamdulillah, we zijn tevreden. We doen ons best voor de klanten. Zo, we gaan jullie verlaten. Hij moet weer terug naar Rotterdam, hè? Rotterdam. Ja, man. Ja. Het is goed jongens, heel nou. In dukken daar je.